Dit is alweer de laatste aflevering van het TFAF Journal. Met onder meer een reportage over het grote feest van het 25-jarig jubileum dat TFAF gaf in La Butte aux Bois in Lanaken. Ja, een echt groot feest, dat geeft de TFAF-organisatie zelf eigenlijk nooit. Dus de eerste keer. Was in de zomermaanden, we bestaan 25 jaar, we gaan een feest geven, we willen geen zittend diner, we willen absoluut een dynamisch feest en we willen echt vieren dat we 25 jaar bestaan. We willen veel dynamiek in de avond, we willen uiteraard in het begin qua eten, alles, er wordt niks gespaard, kreeften, oesters, wat men ook wil, maar na het eind van de avond toe toch echt een feest, echt een dansfeest met een 12-koppige band, met bekende artiesten en alles erop en eraan. Ja. Dus geen pizza's en het snelle werk. Zo. Er is een Italiaanse pasta te krijgen, alle minuut bereid, weliswaar ja. Met truffel, maar pizza's voor vanavond even niet. Ja, lekker. Champagne is aan volonté aanwezig vanavond, maar ook wijn uit alle andere windstreken van de wereld. Er is niks gespaard. En hoeveel mensen hebben jullie hier werkzaam om dat allemaal aan te kunnen? Nou, met de hele ontvangst en van A tot Z, voor en achter schermen zijn er 90-tal mensen aan het werk vanavond. En de voorbereiding, hoe lang hebben jullie daar? Nou, we zijn het offertetraject gestart in augustus. En in het voorjaar eigenlijk met de afdelingshoofden per week bij elkaar gekomen om steeds weer nieuwe stappen te zetten. Om eigenlijk de laatste week de puntjes op de i te krijgen en alles tip-top geregeld hebben voor vanavond. Ja. Ja. En dan met zo'n weer, de mensen kunnen zelfs nog naar buiten als ze willen. Mensen kunnen naar buiten, ja. Het is heerlijk weer, 20 graden, dus de tuinen staan ook ter beschikking. Ja. En kun je nu echt zeggen dat Lanaak bij Maastricht hoort als de TFAF 4 feest komt vieren? Ja, dat is niet alleen vanavond zo, dat is altijd zo. Hè. Hart van de regio, Maastricht en Lanaak, dat gebeurt. Instellingen van Maastricht reageren op TFAF, laten zien dat ze er zijn. Bijvoorbeeld bij Theater aan het Vrijthof, geweldig jazzprogramma. Gisteravond LSO, fantastisch mooie optreden. Dus het is twee keer snoepen voor de stad Maastricht. Eén keer TFAF en de rest van de week met alle instellingen van Maastricht. Het, ja, een aanvullend programma. Zou die mooie onderdelen mogelijk zijn zonder TFAF? Ik denk dat dat natuurlijk alle afzonderlijke producties zouden mogelijk zijn. Maar wat je ziet, dit geeft extra dynamiek. Ik ben vandaag toevallig een hele dag opgetrokken met mensen van heel Europa die hier een congres hebben. Ja, dat betekent 's middags loop je even met hun binnen op de TFAF.
ja, die vallen van de ene verbazing in het andere. Want dat zijn toch een paar musea die je nooit gezien hebt. En s'avonds neem ik hem dan mee bijvoorbeeld naar hier in de Schouwburg. Waar een fantastisch jazzoptreden is, van uitermate experimenteel tot ja, heerlijk mainstream. Ja, en je ziet die mensen van de ene verbazing in de andere vallen, dat zo'n kleine stad zo'n culturele potentie heeft. Dit jaar schijnt het bij de oude meesters mee te vallen, of eigenlijk boven verwachting goed qua verkoop. Is dat bij jullie ook het geval? Gelukkig is dat het geval. De oude meesters maken hun reputatie waar. Wij verkondigen altijd aan onze klanten dat oude meesters heel erg waardevast zijn. Dat laat de historie ook eigenlijk zien. Een goede oude meester van hoge kwaliteit, typisch voor een kunstenaar, gesigneerd, gedateerd. De waardevermeerdering per jaar is gemiddeld zo'n 6%. Ja, ja. En op de lange termijn kan het nog veel gunstiger uitpakken. En daardoor is de oude meestersmarkt eigenlijk altijd vrij stabiel. En we hadden helaas vorig jaar een beetje een terugval. Maar eigenlijk dit jaar zijn we er weer bovenop en gaat de verkoop bij ons heel goed. En gelukkig ook bij onze collega's. Dit werk is ook verkocht en volgens mij is dat dan een van jullie topstukken. Dit is absoluut een van onze topstukken. Ook een heel erg leuk schilderij. Het is geschilderd door Gerrit Berkheider, een stadsschilder uit de 17e eeuw. Dit stadsgezicht met in de hoofdrol het Mauritshuis. Daar bestaan twee versies van. Eén versie is in een museum in Amerika, in het Speed Museum. En dit kwam uit een particuliere collectie. Ja. En het is natuurlijk echt uitzonderlijk dat een gebouw wat in de 17e eeuw is geschilderd, nu daadwerkelijk een museum is. En dat dus daar schilderijen beschikbaar van zijn. Ja. Het gaat buiten Europa, is het verkocht. En het Mauritshuis heeft wel een aanvraag gedaan voor een bruikleen in 2014. Om het schilderij dan op te nemen in een expositie. En dat heeft de nieuwe eigenaar toegezegd. Dus dat is heel erg leuk. Okay. Dit schilderij, prijsniveau ligt wat onder het miljoen. Ja, ja. Dit is een schilderij van Frans Post. Het is een zeer geliefde en vrij zeldzame schilder uit de 17e eeuw. Wat heel bijzonder is aan Frans Post is dat hij mee is gegaan met Johan Maurits naar Brazilië, waar hij 5 jaar, geloof ik, heeft gewoond. En in die tijd heeft hij allerlei schilderijen van het Braziliaanse landschap geschilderd. Wat het leuke is aan dit schilderij, het komt uit een particuliere collectie in Portugal. En daar heeft het meer dan 5 generaties, dus misschien wel zo'n 100 jaar in dezelfde familie gezeten. En het was voorheen onbekend. Ja. Dus dat is een heel leuk iets. En deze gaat ook weg, maar wel met een speciale stip, zeggen. Inderdaad, meneer Koetser zelf is zeer artistiek en heeft er een lieve heersbeestje van gemaakt. Die heeft hij wel gekopieerd van het schilderij zelf. Dit is een uitzonderlijk stukje van de kunstenares Clara Peters. Ten eerste heel uitzonderlijk omdat het een succesvolle vrouwelijke kunstenaar uit de 17e eeuw was. En ze heeft dan ook nog heel veel acht voor leuke details zoals de waterdruppeltjes op de plank. Mm. Het is prachtig gesigneerd, Clara P. En ook heeft zij het bloemste leefje omringd door een rand met allerlei insecten. Zij is eigenlijk de eerste kunstenaar in de 17e eeuw die dat in de schilderkunst toepast. Dit schilderij is naar ons inzien geschilderd in 1611. Dus het is nu 401 jaar oud. Kijk eens. Heel bijzonder en het is gekocht inderdaad. En, ja, en waar gaan we naartoe? Het gaat naar een Nederlandse verzamelaar, maar ik geloof niet in Nederland. Vandaar. Ja. Ja.
This is your special field piece this year. Yeah. Well, more special pieces, but this is really extraordinary. Quite special. Yeah. Yeah. Where does it come from? It comes from an hotel, the Hotel Bristol in Merano, in the north of Italy, near Bozen. It's crystal? It's a Murano glass. Murano glass. Yeah, Murano glass with gold, all handmade. Yeah. And from what period? It's from the early 50s. Early 50s, yeah. It was designed by Flavio Poli and executed by Seguso Vetri d'Arte. Okay. This was a main company in Murano. The company doesn't exist anymore? No, finished. Yeah. It's all handmade? Yes, single piece. It's about 700 pieces of glass, made one by one, and then put together on a metal mount. And until when it was in the hotel? Not so long, because they closed, I think, at the end of the 60s. Yeah. It was a short period. And afterwards? It was in a storage for 30 years or more. Oh. How did you find it? We found it. Yeah. Did you need to restore it, or was it in a good condition? No, it was quite in good condition. And complete? Complete, yes, perfect. Yeah, in yeah. perfect condition, just to renew the electricity, and that's it. Yeah. But from about the glass was absolutely perfect. Yeah. Just a little bit dirty. And how did you bring it here? In boxes. In pieces? And yes, of course. Okay. It's all in pieces. It's about 700 pieces of glass. Yeah. And you have to put them all together one by one. So you cannot transport it. It's also quite heavy. Yeah. And very delicate to move. Somebody who will buy it, you think it's more something for a private collector or for another hotel, or you never know, maybe it was a private, why not, for a very big house. Thyssen Winery is the historical spot for the art of winemaking in the center of Maastricht. The monumental wine cellars are more than 250 years old and are now completely renovated to an exclusive location for contemporary enjoyment on the highest level. Private banquets and wine tasting parties, Thyssen means passion for wine.